In een serie Denk Grote Debatten en Masterclasses heb ik de eer gehad om mensen te mogen interviewen die recht van spreken hebben. Ze deelden hun ervaringen waar we in het onderwijs volgens mij veel van kunnen leren. Dit is Levensles voor de Leer. Een tijd geleden mocht ik Daan Rozengaarde interviewen. Onze topondernemer slash kunstenaar, je zou kunnen zeggen de Da Vinci van deze tijd. En ik sprak met hem over het spanningsveld tussen wat je moet bedenken, dromen, en wat je moet realiseren, daden stellen. Hij zei dit. We noemen dat in de studio Maya. Most advanced, yet acceptable. Dus wat ik probeer te zeggen is, ik kan jou nou een heel verhaal vertellen over zwevende auto's en dat we eigenlijk van sterrenstof zijn gemaakt en dus geen enkele aansluiting meer nodig hebben, et cetera, et cetera. En dan kan je zeggen, oh ja, interessant. En over 100 jaar, leuk, kan jij niet checken. Who cares, weet je wel? Dus dan ga je te ver over het randje heen. Dan is het te vaag, te abstract. Terwijl als je te ver daarvoor blijft en je doet te praktisch, hè, als je niet durft te investeren in iets nieuws, dan zit je heel voor het randje. Dan komt er iemand anders, kan het 1 euro goedkoper, 1 uur sneller maken. Dikke doei. Dus je zoekt altijd dat randje van wat net wel, net niet kan. Wees niet bang om dat spel tussen de poëzie en de praktijk aan te gaan. Laat jezelf niet zo snel beperken door praktisch. Want het kan al wel zijn dat die normering verandert de komende 10, 15 jaar. Daan Rozengaarde wordt wel hippie met een businessplan genoemd. Iemand die durft te dromen, maar ook manifest maakt wat hij in zijn hoofd haalt. Willem Elschot in zijn klassieke gedicht Huwelijk zou zeggen, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Tussen droom en daad. Dus aan de ene kant dromen, gedachten maken en aan de andere kant zorgen dat je praktisch bent, manifesteert. En ik denk dat onderwijs ze allebei moet bedienen. Het meer industriële onderwijs van vroeger heeft te weinig kinderen zich voor laten stellen hoe ze in de wereld komen en wat ze daar allemaal mee kunnen doen. En ik denk dat deze tijd vraagt om een nieuwe generatie die onze grote mondiale problemen het hoofd kunnen bieden. Niet zomaar alleen productiemedewerker worden en niet zomaar alleen gaan zitten dromen en dingen bedenken. Maar juist die combinatie maakt het voor kinderen interessant, maakt het mooi om greep te krijgen op het leven, maakt onderwijs interessant en kinderen klaar voor de toekomst. Daan als voorbeeld voor het onderwijs van de toekomst.